Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 5 oktober en ik sta voor de laatste keer even van het uitzicht te genieten vanuit onze hotelkamer. Fabian is in de tussentijd een ontbijtje aan het halen. Ik ben de koffers een beetje aan het inpakken. We gaan zo nog één keer naar Universal toe en dan gaan we naar Clearwater Beach. Kijk, daar komt Fabian al aan met het ontbijtje. We lopen nu voor de laatste keer van het hotel naar de bus toe. En die bus brengt ons dan natuurlijk naar Universal. Het is vandaag zaterdag. Het zal wel een drukke dag worden in Universal, maar we hopen dat we toch nog één keer in Hagrid's Coaster kunnen. Uh-oh, het is druk. En we zijn er ook ruim van tevoren, maar er lopen al zoveel mensen. Ik denk dat de kans klein wordt dat we hem nog kunnen rijden. We staan weer in de rij bij de ingang van Islands of Adventure. En er werd net omgeroepen dat het park om 9 uur open gaat. Nou, dat wisten we al. Maar daarna werd omgeroepen dat Hagrid's Coaster vandaag een delayed opening heeft. Wat betekent dat hij dus niet om 9 uur open gaat. Wat wij nu gaan doen is een rondje door Hulp en misschien nog wat andere dingen. Maar we gaan in ieder geval niet meer naar Hagrid's Coaster. Daar gaan we dan, voor de laatste keer Hulk. Eerst eventjes rechts onze spullen opbergen en dan links naar de ingang. In Hulk geweest van deze vakantie dan, want we komen hier ongetwijfeld nog wel een keer terug. We zijn snel twee keer achter elkaar geweest. Hagrid's is nog steeds dicht, dus wij lopen nu naar het andere park toe en dan gaan we de laatste keer in de Mummy. Hier de laatste keer Mummy van deze vakantie. Bye Universal! Tot volgend jaar. Bye. Of volgende keer. Of volgende week. Ik het niet. Deze spullen, inclusief de banden, moeten op dit karretje en uiteindelijk in de Mustang. Ik hoop dat het gaat passen. Dan nog de laatste keer uit het raam kijken met daar in de verte Universal en dan is het tijd om te gaan. Ta 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 ta! Alles past op het rekje. Nu nog in de auto. Ik zie ook helemaal niks. Oh, dit is zo goed. Ben je er nog? Ja hoor. Ja, we zitten. We moeten nog wel even uitchecken. Alles zit erin, op één band na. Fabian heeft het opgegeven met die band. Ja, ik ben teruggelopen naar het hekje. Ik heb hem over het hekje gegooid zonder te kijken. En toen deed hij mijn vrouw alsof ze geraakt werd. Dus het was wel heel grappig, want ik schrok wel heel erg. Ik denk, oh shit, ik heb helemaal niet gekeken. Maar het is 33 graden op het moment. En ik stond die band leeg te maken van al het lucht wat erin zat. En het werd steeds erger het zweet. Dus ik dacht, ik geef het op. En ik dacht, nee, die band gaat hoe dan ook mee. Dus bezweet of niet, die band gaat mee. Dus die band die ligt hier ergens. Verder hebben we twee grote koffers, heel veel tassen. Jullie zagen het net. Maar het past allemaal in de Mustang. Het duurt wel eventjes, het kost je heel veel moeite. En je bent bezweet, maar het past wel. Dus we gaan nu uitchecken en dan gaan we rijden. Thank you.
We hebben net anderhalf uur gereden ongeveer en we gaan nu eerst eventjes lunchen bij de Chick-fil-A. En als je hier aankomt, dan denk je op zijn minst, wat is hier aan de hand? Nou, dit is gewoon de lunch bij de Chick-fil-A. Er staat letterlijk een file voor de drive-thru, maar wij gaan lekker naar binnen. Eerst eventjes lekker eten, dan gaan we zo meteen de outlets in. We beginnen de Tampa Premium Outlets bij de Saks of Fifth Avenue. Van de outlet zijn we meteen doorgereden naar ons nieuwe hotel in Clearwater. En we hadden ons voorgenomen om het vooral niet te vergelijken met Cabana Bay, omdat het gewoon echt een heel erg fijn resort was. Toen kwamen we de kamer binnen en toen dachten we, wauw, weer een king bed, zo fijn. We hebben de afgelopen week in een queen bed geslapen. Gaat ook prima hoor, maar een extra groot bed, dat is toch wel heel fijn. Tegenover het bed staat natuurlijk de tv en een bureautje en ook een koelkastje, heel fijn. Dan hebben we hier de badkamer, gewoon weer standaard met een wasbakje en een douche. En dan natuurlijk het laatste ding, het uitzicht. Daar waren we heel erg benieuwd naar. We zitten op de vierde etage. En zoals jullie kunnen zien, kijken we uit op heel veel palmbomen. En daar in de verte allemaal water. Super gaaf. En nu ga ik heel snel naar beneden om Fabian te helpen. Want die staat nu in zijn eentje al die koffers te sjouwen. Wat vervelend nou. Ik was al te laat om te helpen. Oh jee. Oh, oepsie. En ik stond in de 34 graden al die spullen eruit te halen. Maar dat geeft niet, want dat doe ik heel graag. Ja. Dit is niet gestaged. Wat dan? 3, 2, 1. Oh, dat is kut. Oh, dat was iets harder dan ik dacht. Chipotle is maar laag. Dan zit mijn bril helemaal scheef. 3 minuten rijden heeft. 3 minuten? Wat gek, het gaat kapot van de oren. 2,2 kilometer. Oké, okay, wij hebben ingecheckt in het hotel. Hebben we onze kamer laten zien. Dat gedaan, ja. Spullen uitgepakt. We hebben even alle spullen op bed neergelegd wat we hebben gekocht, zodat we dat een beetje goed kunnen zien. We zijn lekker naar het zwembad geweest en er waren allemaal zwerfkatjes. Heel schattig, ook een beetje zielig. Sure. Maar dat dus. En we gaan nu eten. Fabian heeft honger, ik nog niet. Jullie mogen raden waar we heen gaan. We zijn dus bij de Chipotle en overal hangt Halloween decoratie. Echt vet leuk. Yum, yum, yum. Ik denk toch wel dat dit de favoriet is hoor. We zijn bij de mall aangekomen en ik weet nog niet hoe die heet, maar dat zien jullie nu in de rechteronderhoek staan. En wij gaan beginnen bij de Macy's. Ze hebben bij dit filiaal dus echt een mega kerstafdeling en ze hebben zulke foute kerstballen.
echt zo leuk. Bijvoorbeeld deze alligator, een avocado, dit plankje met sushi of deze kerstman in een zwemband. Alsof er nog niet genoeg kerst was in de Macy's, er is een schaatsbaan in het winkelcentrum. En ja, het is echt ijs. Flink geshopt, of niet? Nou en of. Eén volle tas. Eén lege tas, want ik heb het object in mijn hand. Tada! Een petje. Een petje. Had je nog niet, toch? Nee, ik had nog geen petje van de Cowboys. Oké. Na de mal is het dan tijd voor de TJ Maxx. Wat is dit dan weer? Kan je hond ook in Halloween outfit? Deze past wel echt perfect bij ons. Moeilijkste beslissing van de vakantie. Het kopen van een koeltas. Echt, hè? Ik denk wel dat dit een hele goede is. Ja? Alleen ik denk niet dat we mee naar huis kunnen nemen, want hij is echt loodzwaar. Echt? Ja. Er zit toch van die ingebouwde koelelementen. Wauw. Wauw. Moet je die dan in de koelkast leggen of in de vriezer? Oké, haal ze er dus uit. Ja, haal ze eruit. Wauw. Die denk ik in de vriezer die we niet hebben. Wauw. Dat is wel helemaal niet. Oké, we gaan erover nadenken. Ja. Daar gaan we weer. Ik heb mezelf vandaag tijdens het shoppen een truien- en vestenverbod opgelegd, want anders loopt het echt uit de hand. Eerst is dit blouseje, zie ik meteen al, die is echt te groot. Bij dit topje vind ik die dubbele bandjes niet mooi. Nee. Dan het laatste topje, beetje een twijfelgevalletje. Ik vind hem wel heel erg leuk, maar ik heb ook best wel veel dingen die hier al blijken. En ik weet nou niet of ik dit nou echt iets vind voor overdag, of dat het meer lijkt voor 's nachts. Kijk maar haar. Heb ik geen last van. Nee, dat is ideaal. En we gaan nu nog een rondje doen door de Walmart. Yay! We hebben vanavond maar een paar kleine dingetjes nodig. En een van die dingen is iets voor mijn haar. Want dat is door de zon echt super droog. Uiteraard ook weer zonnebrand. Die gaan er zo snel doorheen. Komt natuurlijk ook omdat het van die spuitbussen zijn. Maar die zijn wel het makkelijkste. We gaan ook in het hotel weer even proberen een wasje te draaien. Vorige keer hadden we van het waspoeder gekocht. Vonden we niet zo handig. Dus we hebben nu zo'n pakje gekocht waar dan alles in één zit. Ik denk dat dat beter is. En als laatste dan nog een deodorantje. En hierachter ligt een parasol voor op het strand. We hadden toch nog wat tijd over. Dus we gaan toch maar proberen een wasje te draaien. Ik vind het altijd spannend in het buitenland. Moet lukken. Ik vind deze dingen altijd vet leuk. Ze zijn een beetje zacht en je kan er een beetje in knijpen zonder dat het stuk gaat. Ik begrijp wel dat kinderen dit leuk vinden. Maar ja, misschien ben ik ook nog een kind. Wassen kost hier maar $2. Dat vind ik echt heel erg meevallen. Godzijdank hebben we onze muntjes opgespaard. Kunnen we nu een mooi wasje draaien. Wat ik zo ingewikkeld vind aan Amerikaanse wasmachines is dat je niet echt een temperatuur kan instellen. Je kan alleen kiezen tussen hot, warm of cold. En dan katoen, perm press of delicates. We hebben maar delicates gedaan en cold. Dan kan er denk ik niet zoveel verkeerd gaan. Weet je wat ik altijd zo grappig vind? Dat al deze mensen nu thuis op de bank, of waar dan ook, zitten te kijken hoe wij de was doen. Nog 2 minuten. Gelukt. Gaan we dan. Wij hebben net alle was in de hotelkamer gehangen. En nee, dat ga ik niet aan jullie laten zien, want dat ziet er echt niet uit. Er is heel weinig plek om spullen op te hangen. Dus er ligt overal wat en er hangt overal wat. Ik ga daarom de vlog lekker afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie voor nu allemaal weer bij de volgende vlog. Doei!